eerst waar het de inzet van de nationale politie betreft. Want we willen onze wijkagenten in het komende jaar nog meer zien waar ze eigenlijk thuis horen, in de wijk en niet achter het bureau in de stad. En dat is ook nodig, want de criminaliteit laat weliswaar op veel punten een daling zien. Bijvoorbeeld het aantal woninginbraken gaat al jaren naar beneden. Maar er zijn nog veel criminele activiteiten waar we een halt aan willen toeroepen. Maar er is ook nog heel veel te doen. Dat leert bijvoorbeeld het recente oprollen van een heel grote hennepplantage naast de Koop in Groesbeek. Midden tussen de woningen, heel brandgevoelig en dus levensgevaarlijk. En van deze strenge criminaliteit, daar vind ik van dat we daar nog veel te weinig van oplossen. En dat geldt ook voor ons bijzonder grote buitengebied, waar we ook nog niet alles in beeld hebben. Daar gaan we wat mij betreft het komend jaar flink mee aan de slag. Net als met ondermijning, het vermengen van onder- en bovenwereld. Genoeg te doen dus op het gebied van veiligheid. Trek daar als gemeente aan en samen met de politie hoop ik een mooie slag te kunnen slaan in 2019. Veiligheid is niet in de laatste plaats ook brandveiligheid. Ik ben erg blij dat we er in Bergendal nog steeds in slagen om zelf te zorgen voor een brandveilige gemeente. Geen beroepsbrandweer, maar 3 enthousiaste vrijwilligerskorpsen uit de dorpen en voor de dorpen. We beschikken gelukkig nog steeds over voldoende materieel, met als vlaggenschip onze mooie hoogwerker. Maar de mensen zijn ons echte kapitaal. Prachtig dat we er nog steeds in slagen om steeds voldoende vers bloed aan te trekken om de korps op sterkte te houden. Maar ook u zelf bent aan zet. De gemeente zet ook in 2019 onverkort in op preventie. We gaan door met het bezoeken van oudere inwoners en de ouders van jonge kinderen. Maar ook op gezinnen met oudere kinderen komt de focus. Want brandgevaarlijkheid zit niet in de laatste plaats in al die stekkers, adapters, opladers, waar de eindeloze hoeveelheden telefoons, tablets en laptops 's nachts mee moeten worden opgeladen. En die maar zo kunnen doorbranden, leert de praktijk.